Celstraffen geëist in mensenhandelzaken. Volop regenboogkleuren voor Coming Out Dag. En de toneelvereniging van Otina bestaat 70 jaar. Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 11 oktober. Drie Roemenen die verdacht worden van mensenhandel moeten van het Openbaar Ministerie celstraffen uitzitten. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Zeker 10 slachtoffers zouden gedwongen in de prostitutie hebben moeten werken, onder meer in Nijmegen. Dat ging gepaard met grof geweld en ernstige bedreigingen. Bij weigering tot medewerking zou iemand bijvoorbeeld in stukken gehakt worden. In het dossier kon verder ook gedwongen abortus voorbij, omdat vrouwen verplicht werden zonder condoom te werken. Het is niet voor het eerst dat de 39-jarige hoofdverdachte Claudio D. vrouwen met geweld tot prostitutie dwingt. Hij was niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank in Arnhem, omdat hij momenteel een straf uitzit in Italië voor een soortgelijke zaak waar hij eerder voor is veroordeeld. De strafeis tegen hem volgt later. Ook dit jaar hangt de regenboogvlag weer aan de Stevenstoren in het kader van Coming Out Week. Wethouder Grete Visser hees dinsdagochtend de vlag samen met leerlingen van de Petrus Canisius Basisschool. De gemeente Nijmegen wil met de regenboogvlag benadrukken dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Vandaag is dat de regenboogvlag gehezen. Is dat niet ook een beetje, ja, om het zo te zeggen, symboolpolitiek? Ja, omdat ik nu hier op RN7 mag vertellen hoe belangrijk het is dat je jezelf bent. Waarom laten we die vlag dan niet gewoon het hele jaar hangen? Nou, dan is het weer niet bijzonder. Volgens de wethouder kan de acceptatie op het gebied van LHBT'ers beter, ook in Nijmegen. Hoe zou dat verbeterd kunnen worden? Nou, dat doen we in Nijmegen dus best al wel heel goed. We hebben bijvoorbeeld Schools Out. Dat is een heel mooi programma wat we op scholen tegenwoordig aanbieden. Dat we bijvoorbeeld zeggen, hey, als je een leesboek hebt, dan gaat het niet alleen maar om een prins die een prinses verovert. Maar dan kan het ook zijn dat een prins verovert. Hoe wordt daar door de kinderen bijvoorbeeld op gereageerd? Nou, ik heb hier net de vlag gehezen met de Petrus Canisius School. En dan roep ik altijd van, het is vandaag een hele belangrijke dag. Want vandaag mag je zijn wie je bent. En maar dat mag toch het hele jaar? En vandaag mag je houden van wie je wilt. En die kinderen kijken het allemaal helemaal verbijsterd aan. Van die mevrouw is gek geworden, want dat mag toch. Dus ik denk dat als je maar jongs af aan ook het boek aanbiedt van een prins wordt verliefd op een prins. En hey, iemand wordt geboren met een plassertje, maar die voelt zich meer een meisje. Als je al moet kiezen welk hokje je wil horen, dat gewoon kan. De Nijmeegse voetbalclub Orion is op zoek naar enthousiaste meiden voor het team Meiden onder 15-2. Een goede baan. Hiervoor zoeken ze meiden tussen de 13 en de 15 jaar die graag wekelijks willen voetballen. Momenteel speelt het team 9 tegen 9 in de competitie, maar liever spelen ze natuurlijk gewoon 11 tegen 11. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een proeftraining. Vergeleken met een aantal jaren geleden wordt het steeds moeilijker om evenementen te organiseren. Dat zegt het college van Over Betuwe maandag in antwoord op schriftelijke vragen. De belangrijkste reden is het gebrek aan vrijwilligers. Dat is overigens een landelijke trend, wordt geconstateerd. Steeds minder vrijwilligers zijn bereid om handen uit de mouwen te steken om evenementen te organiseren. Dit treft ook sportclubs en allerlei verenigingen. Door de vergrijzing moeten steeds meer mensen mantelzorg verlenen waar erg veel tijd in gaat zitten. Ook het vrijwilligersleger zelf veroudert steeds meer. Het is voor Sjoerd en Nout een jongensdroom die uitkomt. Hun eigen dance-event in poppodium Marlijn. Ze leerden elkaar kennen via studentenverenigingen voor DJ's en producers. En ze vonden dat vooral minimum house en deep house muziek niet heel actief waren vertegenwoordigd in Nijmegen. Ze namen precies op het juiste moment contact op met Doorn Roosje. En een nieuw event is geboren. Ze praten erover in het RN7 radioprogramma Het Studentenhuis. Er zit ook enige tragiek achter, want jullie waren al eerder van plan de eerste editie van Wetworks te organiseren. En dat viel helaas in het water, want waardoor kwam dat nou precies? Ja, nou, we hadden het bij de Marlijn georganiseerd natuurlijk. De dependance van Doorn Roosje. Ja, precies. Ja. Maar door de corona zijn er problemen gekomen met technici huren voor zo'n event. En ja, helaas was het niet gelukt om een technicus voor die datum te regelen. Dus toen was het tot ons groot verdriet afgelast.
Allee, ja, we hopen nu wel dat we 22 oktober echt een hele vette editie kunnen neerzetten. Ook met echt een hele vette headliner, Kreuziger. Ja, wat nog meer goed nieuws is voor studenten is dat jullie evenement gratis is, zag ik. Hoe kan dat? Want alles is gewoon duurder geworden en jullie moeten DJ's regelen en promotie en alles. En het licht moet er ook aan. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat klopt helemaal. Maar ja, als Wetworks zwemmen wij natuurlijk graag tegen de stroming in. En gaan wij juist... ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn dat wij het met al die hoge kosten een beetje laag kunnen houden. Maar dit is ook een stukje experimenteren natuurlijk. Je wil kijken of je eerste evenement ook aanslaat. Ja. Kijken wat de toekomst dan te bieden heeft. Dus op deze manier houden we lekker die instap lekker laagdrempelig voor iedereen om langs te komen. Ja, dat is natuurlijk zeker goed. En ik ben ook benieuwd hoeveel mensen jullie in die Merlijn kunnen krijgen. Het is meestal wel een fijn zweethokje als je er met veel mensen staat. Van wanneer is voor jullie Wetworks editie 1 helemaal geslaagd? Nou, het is helemaal geslaagd voor ons als we mensen kunnen zien op de dansvloer met een grote grijns op hun gezicht, flink wat nattigheid van zweet en gewoon een volle zaal om keihard house te gaan pompen daar. Ja, want Wetworks moet ook in de letterlijke zin een vertaling krijgen in de zaal, merk ik. Ja, precies. Ja. Nou ja, jullie evenement Wetworks staat 22 oktober. Dat is op, als ik het goed heb, de zaterdagavond. Dat yes, klopt. In Merlijn van Don Roosje. Je hebt nog eventjes een paar seconden om het aan te prijzen aan de Nijmeegse student. Waarom moeten ze naar Wetworks Nijmegen komen? Nou, als je als student echt van minimal house houdt en deep house, kom vooral om 11 uur naar de Merlijn toe. Want er is nog nooit zo'n vet feest geweest hier. En dit is echt een goed startpunt van de minimal house en deep house in Nijmegen. Toneelvereniging Ernst en Luin bestaat 70 jaar. Dat wordt gevierd met een jubileumvoorstelling. De voorstelling heet Amateurs. Het betekent dat ze liefhebbers zijn van het vak. Het toneelstuk is gebaseerd op gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt tijdens hun lidmaatschap van de vereniging. Is dat spelen of is dat echt? Net echt. De vereniging bestaat 70 jaar. En het gaat over een vereniging die 70 jaar bestaat. En die besluit om eens op een andere manier theater te maken. Maar dan krijg je een soort botsing van cultuur. De regisseur die heel ver vooruit wil, van alle nieuwe dingen wil proberen. En sommige mensen vinden het leuk en sommige mensen die trappen op de rem omdat ze het eng vinden of stom vinden of raar vinden. Of het publiek vindt het niet leuk waarschijnlijk. Problemen waar elke amateurvereniging mee te maken krijgt, omdat je hebt je eigen groep om je heen aan publiek en die wil je gewoon bedienen, zeker bij een vereniging als Ernst de Luim. En die, op een gegeven moment hadden we een heleboel stukken die je dan krijgt van de toneelcentrale en dan denk je, nou wil ik hier wat anders proberen. Om gelijk aan de grote stukken van de wereldliteratuur te gaan beginnen, dat is een beetje te hoog gegrepen. Maar ik blijf hier staan, maar ik overspeel dus de zaal, want hier zit het publiek allemaal tussen. Ik blijf dus eerst de eerste twee zinnen van... Ottina zit zelf al 55 jaar bij de toneelvereniging. In die tussentijd hebben er heel wat veranderingen plaatsgevonden. We zijn al bezig om het toneel anders te gaan brengen als dat wij gewend zijn. Normaal spelen wij altijd uit een boekje. En nou schrijven wij zelf de stukken, tenminste Barbara en Guido. En daar hebben wij dan ook een woordje in. En dan de regisseur die zegt of het goed is of niet. Ja, en het is leuk als je een beetje aan de kant van het publiek staat, zodat we van haar te horen krijgen. Er zijn sommige dingen die je dan anders moet doen, als dat je eigenlijk dacht dat het zo hoorde. En dan word je eventjes gezegd van nee, doe het nou eens zo. En dan doe je dat en dan merk je zelf ook dat het beter uitkomt. Dat doen we door improvisaties. Dus we improviseren op een gegeven, op een idee. En daar gaan we een beetje mee door. En als ze dat dan, als dat werkt, dan gaan ze daar scènes van schrijven. En die komen terug. En die lezen we dan. Dan gaan ze weer terug naar de schrijver. En dan lezen we, schrijven we terug naar de schrijver. Vooral bij levensspelen. Ik heb heel wat zakdoekjes uit de tas zien halen. In alle jaren die Ottina heeft meegemaakt, vindt ze dit toch wel echt het leukst. Mijn leukste moment is geweest dat ik de tweede keer het stuk speelde wat ik de eerste keer heb gespeeld. Dat vond ik heel erg apart. Wel met andere spelers dan. Maar allemaal oud-spelers van ons. Die heb ik toen gevraagd. En die hebben toen ja gezegd. En die hebben toen meegespeeld. De jubileumvoorstellingen vinden plaats op 19, 21 en 23 oktober in het wijkcentrum in Hatert. Ja, na een frisse start van de dag met hier en daar een mistbank klaarde het mooi op. En hadden we een mix van wolken en zon vandaag. Vanavond is het helder en koelt het goed af, iets boven het vriespunt. Ja, morgen starten we weer fris met hier en daar weer een mistbank. Later klaart het dan wel weer op. Opnieuw een mix van wolken en zon. Vanuit het westen zal in de middag wel de bewolking dikker worden.
Gaat geen regen uitvallen. Temperatuur zal morgen gemiddeld zo'n 16 graden zijn. En in onze regio morgenochtend is ook kans op een mistbank. Later in de ochtend zullen die oplossen en zien we dus weer een mix van wolken en zon. De temperatuur loopt in onze regio op naar 17 graden en dat is eigenlijk gewoon normaal voor de tijd van het jaar. Dan de vooruitzichten. Donderdag meer bewolking, dan kan er verspreid over het land een bui vallen. Vrijdag een grijze dag met ook wat buien. Richting het weekend gaan de temperaturen wel omhoog, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Morgen zijn we er weer. Houd in de tussentijd voor het laatste nieuws onze website in de gaten of download onze gratis RN7 app. Bedankt voor het kijken en tot morgen!